Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. En zoals je ziet ben ik aan de klus op zolder. Want zoals ik al eerder in een eerdere vlog vertelde, gaan we de boel een beetje omgooien hier in huis. Omdat, er een baby aan komt, hè. Daarom kijk je waarschijnlijk ook deze vlog. En de zolder was een doorn in mijn oog qua kleuren. En ik wilde eerst die balken helemaal schuren, zoals je gezien hebt. Op deze beelden zie je dat ze een beetje geschuurd zijn. Maar het was te lastig om alle verf eraf te halen. Dus ik heb helemaal een nieuw plan bedacht. En dat is, we gaan alles geel maken. En ik weet niet waarom dit in mijn hoofd komt. Ik denk dat dit een beetje zwangerschapsgekheid is. Maar wat ik ook nog eens erbij wilde. Ik wilde het alleen doen. Dus Nicky mocht me alleen helpen bij dingen die ik niet kon. Dus ik heb lekker de oortjes in mijn oren zitten, Harry Potter luisterboek, en ik ben deze hele zolder gaan opknappen en daar heb ik timelapse van gemaakt en ik vind het best wel satisfying om te zien nu ik het terugkijk, maar ja, ik heb eigenlijk, het geeft mij een mooi moment om eventjes jullie bij te kletsen over wat het idee was. Het idee is dan om mijn kantoor naar boven te doen. Dus dat gele kantoor wat ik dus nu aan het maken ben, dat wordt dus mijn kantoortje. Waardoor wij, dat mijn oude kantoor wordt dan de logeerkamer of onze slaapkamer. En het kantoor van Nicky, wat ook de waskamer is en de logeerkamer nu, dat wordt dan de babykamer. Dat is het plan. Nou, en dit gaat wel even duren. Dus ik zou zeggen, pak een theetje of scroll door. Maar het is wel grappig om te zien. En dan zie je zo hoe de kleuren veranderen. Kijk, nu lijkt het net of ik meteen doorga. Maar ik heb natuurlijk hier zit tijd tussen iedere keer. Dat ik eventjes het laat drogen en zo. Hier ga ik afplakken. Want de basiskleur zit erop. Dus tijd voor de gele kleur om te gaan shinen. En dat zie je hier. Dus ik zet een muziekje aan en enjoy de rest van de video.
Oké, welkom in het gele kantoor. Jezus, het is geel. Valt me nu pas op hoe geel het eigenlijk is. Maar er moeten nog twee dingen gebeuren. De radiator en die planken. Daar zitten planken voor, net als aan die kant. En die moeten nog even geschuurd worden en gesopt. Dat ga ik doen. En dan is het tijd om die te schilderen. Vanavond, als het goed is. Dan kunnen we gewoon gaan poetsen en inrichten. Dat is wel lekker hoor. Als dat klaar is. Dus dat ga ik nu even doen. Ik heb trouwens timelapse van deze kant gemaakt. Want die kant deed ik. En toen heeft Nicky het, omdat ik ging tennissen weer. Heeft Nicky deze kant afgemaakt. Heel lief. Dus nu hebben we toch samen geklust. Alleen Nicky heeft geen timelapse gemaakt. Wat niet erg is natuurlijk. Ik heb liever dat het gewoon af is. Dus ja. Tijd om even te ontvetten. De laatste dingen en te schuren. En dan kunnen we het einde. Ja, dan is het verven klaar. Dan kunnen we gewoon inrichten. En ook deze kant van de zolder. Want dat staat dus helemaal vol nu. Het is ook niet opgeruimd. Dat kan dan ook. Dat is allemaal babyspul. Ik kan ook dan langzamerhand een keertje gaan uitzoeken en opruimen. Maar goed, eerst deze vrolijkheid aan de bak. Als laatste vrolijke noot aan deze vlog. We hebben een goede 20 weken echo gehad. En hebben wij het geslacht gehoord. En dat willen we graag met jullie delen. Dus ik heb een mooi filmpje gemaakt. Die laat zien hoe wij erachter kwamen. We hadden een taart laten maken door Saans Cakery uit Beuzegum. Echt heerlijke taart. En ja, de binnenkant was roze of blauw. Dat gaan jullie nu zien. Veel plezier met kijken. Hoi jullie. Hoi. Ja, oh. Ja, dat kunnen wij nog niet zien. Nee, dat zie je ook nog niet. Staan we eruit? Ja! Oh, ja! 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 Toch gelijk met aardjes. We krijgen dus weer een meisje en dat vind ik echt superleuk. Ja, misschien hoopte ik het ergens wel. Jongetje was ook helemaal leuk geweest natuurlijk. En Nicky wil graag een jongetje. Dat wil denk ik iedere man. Maar nog een meid, helemaal leuk. Ik vind het echt superleuk dat ik dadelijk twee dochtertjes heb. Het is ook mega praktisch, laten we dat ook stellen. Maar ik ben helemaal op de roze wolk. En het was echt heel leuk om het samen te vieren zo met onze families. Ja, helemaal goed. We zaten er allemaal naast. Iedereen dacht dat het jongetjes zijn. Maar het is een lekkere meid in mijn buik. Nou, de kantoor boven is klaar, maar daarover meer in een volgende video. De webshop staat ook live, dus mocht jij een superleuk kraamcadeau willen voor diegene in jouw omgeving die zwanger zijn, bestel nu jouw obal op mijn webshop. Dat is mattia.nl/webshop. Ik pak het met liefde helemaal zelf in voor jou. Dus ja, het is echt het leukste kraamcadeau wat er is. Dus ik zou... Gaan we naar die webshop gaan en een obal bestellen. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!